R-U-D-O. Rudo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo hier bij Unity.nu. Iedere week op televisie en natuurlijk online op Unity.nu. Deze week ben ik hier op de Haarlemmerstraat. R-U-D-O. Rudo. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het hier? Even kijken, hoe wil je dat ik hier... Zo. Het is best wel een lastig programma dit. Wat gezellig. Jij gaat er helemaal voor zitten. Ik mag ik ook zitten? Ja, zitten. Top. Hoe is het hier? Goed. Met wie heb ik te maken? Met muzikant uit Limburg. Limburg? Zuid-Limburg. Ja. Limburg? Maastricht, Limburg. Leids. Ja. Oké, ja, zij is onze gast. Oké, maar hoe kennen jullie elkaar dan? Familie. Zij is geboren in Leiden en de familie. En komen op Nant, de camper, hier naartoe. En jullie zijn vrienden? En dan, we vinden familie, vrienden. Ja, we gaan goed met elkaar om. Maar ja, je hebt wel, als je het over artiesten hebt, je hebt wel wat weg van Justine Pelmalai. Ja, dat is het ook. Zeg het nou maar gewoon, weet je dat bent. Even zingen, dat je even van... Normaal doet ze Tina Turner nou. Tina Turner, oh, ja. Nou, dat zou ook nog kunnen. Nee, ja, maar vind je niet, dat zou zo Justine Pelmalai kunnen... Dat doet ze goed nou. Kunnen zijn. Ik ben heel leven beroepsmuzikant geweest. Ik heb alleen maar gedrumd. Maar wat, ik wil zeggen, je bent drummer. Ja. Ik ben drummer. Maar je ziet er ook best een beetje rock'n'roll uit. Het enige wat ik nog mis is een tatoeage. Die hebben we niet. In Limburg krijg je die niet. Maar je hebt wel een mooie motor. Ik heb wel een mooie motor. Ja, dus je bent wel een beetje rock'n'roll. Ja, sowieso. Oké. Okay. Maar als gids in Leiden, wat laat je dan aan ze zien? Echt alles. Alle kleine straatjes, musea. We gaan zo meteen varen. Leuk. We gaan dadelijk varen. Maar wat vinden jullie van Leiden? Ja, ik vind het top. Zullen jullie hier wonen? Ja? Oké. Okay, ja, maar hij wil niet. Zie je toch? Dat je hier wel woont? Nou, ik dacht wel dat jij Leidse was. Nee. Ja, nou, qua printje, qua haar, zou dit zo Leids kunnen. Ja. Dat zal de rest zonder naam. Nee. Hey, maar jij bent beroepsmuzikant. Ja. Komt uit Maastricht. Ja. Althans, Limburg. Ik vind Limburg ook leuk. Ook daar zou leuk. Ik best wel willen wonen. Heel leuk. Ik zit nu net over de grens in Limburg. Een huisje, een vakantiehuisje in België, Larnaken. Maar we zijn meestal in Maastricht. Lopen we iedere dag door Maastricht. Ik heb ook vaak nog foto's met Rieu vorige week tegengekomen. André Rieu, met André van Duin. Ken je het ook wel, hè? André Rieu? Ja, ja, tuurlijk. De Second Walls. Op vrijdag zat hij met André van Duin. Ik heb er vroeger mee gewerkt, maar ja, ik heb zoveel reizen gedaan. Nou, maar ik vind Maastricht, ik vind het Vrijthof is leuk. Ik vind de winkeltjes leuk, de mentaliteit. Maar hier? Zuurvlees. Hier vind ik de mond ook open. Mooi, mooi, mooi alles. Met dat water en dat andere. Ja, dus Leiden is wel in trek, toch? Leiden is zeker in trek, ja. Nou, we kwamen deze week en vorige week al heel veel Duitsers tegen ook. Heel Duitsland is hier naartoe gekomen. Ja. Wie komt er tegen? Duitsers. Oh, ja. Goedemorgen. Ben je ook van Leiden? Ja, nou ja, we zitten hier in Leiden met Unity, hè, dus... Volgende keer als je hier komt, dan kan je niet meer over straat omdat je herkend wordt, omdat je op televisie was. Oh, een VIP. Een VIP? Kwamen we Spanjaarden tegen. Die zijn net vertrokken. Ja. We waren nog niet weg. Er komt een Italiaanse camper. Ja, leuk. Want jullie zitten hier nu met de camper. Ja. En die komt Italiaans. En die vroeg ook weer, wij moeten Leiden. Hoe lang moeten we? 1, 2 dagen. Zeg, zeker 2 dagen om het te zien. Ja. Dat hoor ik net van haar. 3, 4 dagen. Ja. Veel plezier nog hier. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot ziens. Jullie ook. Jullie ook. Dankjewel. Fijne dag, dames. Rio! Wat zijn we aan het kijken? Hallo. Je loopt toch niet voor me weg, hè? Ik loop voor niemand weg. Nee, heel goed. Maar jullie staan zo lekker met elkaar te klikken hier. Ja, en ik denk, het ziet er echt heel Leids uit. Ja, dat zijn we ook, heel Leids. Ja, hè? Je staat er helemaal van... Schrik, ik denk, wat komt er ook al? Wat zeg je nou? Ik denk, er komt wat lekkers op me af. Dan nou ja, goede camera dank je. Op me af. Oh. Maar ik sta erbij. Ja, maar jij bent ook lekker. Nou, ja, dankjewel. Goed, ja. En wat zijn jullie aan het doen? We zijn lekker aan het winkelen. Oké, en wie is zijn oma? Zij. Oké. Okay. Dat is zij. En dan ben jij de dochter van? Nee, schoondochter. Schoondochter, oké. Okay. Maar jullie rondje markt, of wat gaan jullie doen vandaag? Ja, even markt, even lekker winkelen. Waar is jullie? Nee, wij gaan niet winkelen. Ja. Wij zijn gewoon een beetje mensen aan het lastigvallen om te kijken. Ja, dat heb ik door. Nou hè? Heb ik door. Ga je nog naar de camping dan? Nee, daar gaan we niet heen. Waarom niet? Nee, we gaan de kroeg in. Welke kroeg kom jij dan? Valkie. Oké. Ja. Je hebt er een paar hier, hè? Ons hoekje, Valkie. Spijkerbak, maar die is dicht volgens mij. Ja, die is dicht. Ja. Ja. Dus, nou ja, ik zou je niet langer voor lastig vallen. Nee, ga ik niet lastig vallen. Okay. Doei. Hey, doei. Wat heb je voor mij? Een trui.
Heb je hem? Ik heb hem gebruikt, maar dan moet je maar een keertje langskomen. Ja, nou ja, dan, ja even voor, het is alweer een tijdje geleden, Joke, dat je in mijn programma zat. Ja, om even zo uit de afstand. Want dit is Joke van de 3 oktober truien, maar hoe gaat het met Joke nu er geen 3 oktober komt? Helemaal goed. Maar hoe vind je dat? Een heel ander lijden is ontzettend dan dat je gewend bent? Ja, het moet maar, hè. Daar is niks aan te doen. Nee, dat is ook zo. Kijk, je kan heel ver weg van me. Hoe vind je dat? We kunnen helemaal zo. Maar gaat goed met je? En je hebt een trui. Ja, dan kom ik hem even ophalen. Maar dan moeten we even, moet je even zeggen waar. Moet je niet op tv doen, anders staat heel Leiden op de stoep. Of is dat algemeen bekend waar jij woont? Ik weet niet waar jij denkt dat ik woon. Ik denk dat jij in de Merenwijk woont. Nee. In de kooi? Nee. Als je het zonder tv... Ja, nee, we gaan niet je adres op televisie doen. Nee, tenzij je nog een leuke vent zoekt. Nee. Oké. Ga ik je adres even opschrijven. R-U-D-O-Ludo. Meneer, ik ben in de war. Zegt u? Ik ben in de war. U bent in de war? Of u heeft een broer, of ik zag u zondag in Den Haag. Ik ga wel eens naar Den Haag, ja, op zondag. Ja? Ja. Ik zat namelijk op het terras. Ja. En toen zag ik u langslopen. Ik zat op het... Je hebt de Grote Markt en het plein. Ja. Daarbij het standbeeld van Haagse Harry. Ja. Ik ga het... Hoe heet dat? Ik vind het gezellig in Den Haag, omdat... er zijn een hoop mensen, gewoon het is gezellig daar, dat weet je zelf. Want op zondag is de Leien niet zo gezellig, vind ik dan, als in Den Haag. En ik kom zelf uit Katwijk en daar is op zondag niet veel, maar als het zonnetje schijnt wel. Maar het is niet zo, het is een klein dorpje. Maar jij bent zelf kattenker? Ik woon zelf in Katwijk. Maar je komt nu in Leiden en je komt veel in Den Haag. Ik ga meestal naar Leiden en ik ga meestal naar Den Haag. En aan je kapsel te zien had je tegenwind vandaag? Ik bedoel, ik ga meestal met een elektrische fiets. Maar weet je, het is je moet nog uitkijken ook, want hij gaat maar ongeveer, als je heel zuinig rijdt, 60 kilometer met zo'n batterij gaat. Ja, anders moet je trappen natuurlijk. Ja, ja. Hé, maar even, want je ziet er wel bijzonder uit. Want daarom herken ik je ook natuurlijk. Hoe kom je aan dit kapsel? Nou, toen ik jong was, toen knipte ik mijn moeder en mijn vader al en mijn zussen. En die liepen ook zo? Het zat erin. Ik ben zeg maar een artiest in haar doen. Zeg maar, ja. Dat ken ik heel goed. Maar ben je dan een beetje de Katwijkse Roy Donders? Zo moet je het zien. Ja. 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 Want je doet niet alleen haar, want je hebt ook je ogen gedaan. Ja, je moet het zo zien, de Roy Donders. Ik ben natuurlijk weer, noem je dat, geen, hoe heet dat nou? En je bent best artistiek. Ja. Je bent geen stylist, wilde je zeggen, of niet? Nee, maar ik bedoel... Ik bedoel, het zit er gewoon in. Ik bedoel, dat heb je of je hebt het niet gewoon. Maar wanneer komt jouw kapsel dan, zoals jij het hebt, in de mode, dit? Want ik zie nog kennen niet. Kennen ze niet. Dat is iets, dat heb één persoon. Want hoe lang sta je nou voor de spiegel 's ochtends om dit te doen? Nou, als ik uit bed kom, heb ik heel weinig werk. Maar want je laat het erin zitten? Als ik uit de douche kom, dan moet ik het even modelleren. Dus dat houdt in. Want wat hebben we? Dan was ik het, zeg maar. En dan droog ik het een beetje. En dan doe ik er, repair in. En als ik dat erin heb zitten, dan laat ik dat een uurtje intrekken. Weet je, want het is goed voor je haar. Dan wil je haar stevig van. En ik heb ook spray, zeg maar, met cafeïne. En dat is een soortement, er zit een... als je uit bed komt, dan zit het je haar nog gewoon hetzelfde. Alleen met modelleren, heb ik wel eventjes... Met intrekken erbij, dan ben ik wel even twee à drie uurtjes bezig. Maar dit, je ogen, waar heb je dat mee gedaan dan? Dat kun je gewoon laten doen bij de kapper en dan kun je ook zelf bijhouden. En maar je hebt een streep? Ja, dat is zeg maar, hoe noem je dat, zo'n busje kun je kopen, zo'n permanente, weet je wel, dat kun je zelf Dus dat hoef je niet elke dag te doen? Nee, één keer in de week moet je dat wel doen, okay. Ja. En dan, dat hou ik zo'n beetje bij. En qua kleuring, dat moet ik zeg maar, dat smeer ik er dan op, maar dat moet ik wel met een handschoen doen, want anders dan, dat trek ik heel snel in. Ja. En dat is een soort zelftanning, want de zon leg ik niet meer, want het is slecht voor je huid. Ja, ik zie ook wel, ben ik zo, hè, dan, ja. Nou, misschien zitten er nu wat mensen te kijken, hebben ze inspiratie opgedaan en lopen volgende week half de regio zo. Zou toch leuk zijn?
Ja, inderdaad. Maar ik zeg het, heb je al wat van Elvis weg ook? Ja, dat, je moest weten hoeveel dat te zeggen. En ja. Ik ken ook zo zingen. Maar doe eens dan een stukje. Nee, dat... kijk, weet je, het is... Are you lonesome tonight? Nou ja, weet je wat het is? Ik ken die teksten, die ken ik niet. Ik had nooit wat met Elvis. Ik heb nooit geen plaatje, niks van hem gekocht. Ik was meer een fan van George Michael. Maar dan is het niet leuk dat ze je dus Elvis noemen. Want je hebt niks. Tuurlijk met wel, okay. Want ik vind het best wel leuk. En ik ken ook wel zo zingen. Ja, maar doe dan één zinnetje. Gewoon even een klein stukje. Are you lonesome tonight? Are you miss me tonight? Are you sorry? The drifting bar. Ja, ik... Dus... wacht even, dan moet je natuurlijk wachten. Kijken of ik kleingeld bij me heb. Ja. Op zich kan je er best wat mee kunnen verdienen, denk ik. Ja, maar het gaat mij er gewoon om. Ik vind het leuk om verzorgd erbij te lopen. Omdat mijn moeder was ook zo ijdel. En daar komt het gewoon door. Maar het is gewoon, ik doe het er niet om. Maar ik zeg het, ik kan wel zo zingen en alles. Maar ja, ik was altijd vroeger een verlegen jongetje. Ik ging in het slaapkamertje in een plaatje draaien. Ik deed de deur dicht. Dus ik was altijd een beetje teruggetrokken, laat ik het zo zeggen. En nu niet meer. Maar dat is nu niet meer. Goed zo. Maar het overvalt je allemaal dan ineens. Weet je, als ze het allemaal gaan zeggen, de meesten, dan overvalt je dat wel. Maar je hebt wel 20 cent verdiend vandaag. Ja, dat is toch heel wat. Hey, succes hè. Ja, jij bedankt. Hoi. Hey, hoi. Wat loop je nou te mompelen? Ik zo, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Dan gaan we het rapper op de televisie wijzamen. Nou word je snip en snap met z'n tweeën. Ja, nou, gewoon in de Haarlemmer. Moet toch kunnen. Maar heb ik jou eerder in mijn uitzending gehad? Nee toch? Ja. Wel? Wanneer dan? Keer. Toen mijn man was overleden. Dat is al wel een tijdje geleden volgens mij. 5 jaar geleden. Ja, kun je nagaan. Waar heb ik je toen gezien? Daar bij het cafeetje. Hoe gaat het nu met je dan? Ja. Je moet je eigen vermaken, jongen. Heb je al een nieuwe vriend dan? Nee, die hoef ik nooit meer. Nee, jij ook niet? Die hoef ik niet meer. Nee. Nee. Maar wat zijn jullie, de lopers, schoenen en sleutels? Ja, ik moet even een sleutel bij laten maken. Nou. Want anders dan... ik vind het er één kwijt en dat is vervelend. Dan moet je dan niet je hele slot laten vervangen? Nee. Maar straks komt die sleutel. Is zo gebeurd, joh. Ja, maar straks komt die sleutel. Je hebt niet je adres aan die sleutel hangen. Nee, dat hebben we niet. Nee, nou, waarschijnlijk kom je nu vanavond thuis en dan kom je hem weer tegen. Nee, ik ben hem al de hele tijd kwijt. Oh. Ja, ik weet wel waar ik hem kwijt ga raken. Hey, en wat zijn jullie van elkaar dan? Vriendinnen. Hoi. Oh, er komt er nog één. Op de poeg. Oh nee, de Thomas. Thomas, Rietje. Maar jij kent ook veel mensen, of niet? Ja. Te veel. En hoe lang zijn jullie al vriendinnen dan? Al wel een jaar. Dus. Ja, joh, is toch fijn. Maar je laat je niet gek maken, ook niet door corona en zo? Ik laat me niet gek maken, we zien het wel. Maar, ja, wat maak je dan mee? Ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat je eraan dood gaat. Nou ja, dan zal het met tijd wezen, hè? Sorry? Dan zal het met tijd wezen. Ja, ik ga niet vragen hoe oud je bent, dat mag niet aan een dame. Nee. Maar dat... maak het uit. Goed zo, nou. Nee, ik vind het wel goed zo. Goed zo. Maar al die toestanden, het wordt zo opgerakeld, hè. Die corona. Oeh. Nou, ik zou even de burgemeester van Leiden, die had het een tijdje terug gezien. Ja, over misschien nog wel een extra lockdown in de regio. Ja. Maar dat is ook, hè, in Hillegom, hè. Maar ze controleren toch ook niet? Wel, nee. Zie je hier al die mensen hier? Die lopen allemaal echt geen anderhalve meter van elkaar. Wel, nee. Is er iemand die zegt... Daar bij de stad. Nou, het is helemaal te druk. Ja, maar niemand die doe 6 boetes uitdelen en niemand doet het meer hoor. Nee, niemand meer. Nee. Maar goed. Je ziet ze ineens meer, die handhavers. Nee. Je ziet ze ook binnen. Nou goed, gewoon doen wat voor jezelf goed voelt. Beetje afstand houden. Ken je die ook al? Ja. Wie is dat dan? Dat is een weermeisje van mij geweest. In de oude wijk. Nou, ik wens jullie een mooie dag nog. Ja, steek er nog in op. Ook. Ja, ik kijk vanavond aan om 6 uur. Goed zo, dankjewel. En dat was hem weer, deze aflevering van Rudo. Wil je meer afleveringen terugzien? Dat kan. Check dan de website unity.nu. En dan kun je ook terecht voor het nieuws uit de Leidse regio. En download ook onze app, de gratis unity.nu nieuwsapp in Google Play of in de App Store. Volgende week nieuwe aflevering van Rudo. Tot dan.